Vandaag is de dag, ik ben hier in Gent en ik mag twee duo's restylen. Ik heb ze zelf nog niet ontmoet, dus voor mij is het ook heel spannend. We gaan er meteen aan beginnen. Follow me. Hallo. Eline en Andreas. Jullie zien er eigenlijk al heel cool uit. Hebben jullie een restyling nodig? Zij alleszins niet. Hey, eigenlijk ook niet, maar te veel kleren is... Ja. Dat bestaat. Is dat... En is er iets wat jullie bij elkaar willen zien? Ben jij misschien iets chiquer, casual, een beetje minder? Vandaar een keer een rokje. Ze dragen niet zoveel rokjes met blote benen. Dan gaan we er gaan beginnen. Hè? Zijn jullie klaar? Ja. Kom er maar uit. Oh, mooi. Sexy. En die broek is ook mooi. Hoe voelt je hierin? Stoer. Ik weet dat je een rokje wil hebben, maar het is winter. Hè? Ja, het is dat. Dus we zijn gewoon voor een lange jurk. Ja, sneakertje eronder gezet. Een mooie kleur ook. Ja, cool koppel om weg te gaan. Ja. Of zo. Hey. Dat heb ik lang niet meer gedaan, of zo. Kom, uit de winkel. Yes. Tata, geniet ervan, hè? Dank je. Salut. Je bent? Ik ben Vera. Vera, aangenaam. En ik ben Cyriel. Cyriel? Ja. Oh, moeder en dochter. Ja. En gaan jullie vaak shoppen met elkaar? Bijna altijd, ja. Zo je weet wat de andere graag heeft en niet graag heeft. Mama weet perfect eigenlijk wat dat leuk vindt. Ja, dat gaat handig zijn voor vandaag, hè. Maar gaan we samen shoppen? Ja, dat zien we zeker. Ja? Ja. We zijn er. Misschien houd jij dat eens voor? Sexy. Allee, voor Cyriel? Allee. Ja. Ze zal een stresskanaal zien, hè? Ja, die landen erop. Ik had niet verwacht dat dat zo mooi ging zijn bij jou. Hebben jullie elkaar zo al eens gezien? Nee, ik zie mijn mama eigenlijk nooit met zo'n lange rok. Serieus, met bling-bling laarsjes. Dat is ook iets dat we niet zouden durven. Oké, voilà. Allee. Oh, ik vind het dank voor jullie. Wel. Graag gedaan. Wow. Ik ga niet even shoppen voor mezelf. Ik vind dat ik hard genoeg gewerkt heb. Cool. Bye-bye. Dat is mooi, hè?